Welkom in het nieuwe basecamp van KVC Westerlo. This is a prestigious building that will actually be always a benchmark of this country forever. We had a long talks, long meetings with all the stakeholders in the club, and we tried to understand what do they expect from a possible modern building. After getting all this feedback, then we start to work on the plan. Om te beginnen komen we hier in ons dokterskabinet. Elke ochtend om 8 uur kunnen onze jongens hier, als ze zich niet goed voelen of ze hebben een pijntje of weet ik wat, komen ze hier even op controle. En dan komen we nu in onze fitnessruimte, waar onze jongens momenteel hun pre-opwarming aan het doen zijn. So we try to bring the work in the middle of the building. So and the work created in a family atmosphere, because Westerlo is a family club. So there is a transparency here everywhere, as you can see from the offices, restaurant, lounge, from everywhere there is a view on the fitness. So the connection is improved a lot. And due to that, already last year, after using it 2-3 months, we saw an increase of using the fitness of 35%. Dagelijks staan hier twee fulltime koks. Die zorgen voor het eten. En zoals je ziet, de jongens kunnen de menu volgen. Zij weten wat zij op hun bord krijgen. Vroeger werd er zomaar, laten we zeggen, de fruiten met de biefstuk geserveerd. Maar nee, nu wordt het echt, de maaltijden worden echt op voorhand besproken. Wat zij kunnen eten. En voilà, kijk, gezonde, lekkere maaltijd. Dan komen we nu naar de ontspanningsruimte. Een kikker. Aan de twee buitenkanten staan er twee PlayStations. Er zijn tv's, er zijn magazines, er zijn zelfs spelletjes. Hier kunnen ze echt komen chillen. Je ziet ook de zeteltjes. Er kunnen gewoon lang uit gaan liggen. Er is plaats genoeg voor iedereen. In de camper zijn we redelijk bescheiden. Maar dit mogen we nu toch wel het heiligdom van ons basecamp eigenlijk noemen. Zoals je ziet, ook weer alles heel professioneel ingericht. De jongens zien eigenlijk, hebben een schermpje dat ze goed weten waar ze moeten gaan zitten. Maar er verschijnt ook informatie voor hen op. Die wordt doorgestuurd door medische staf en dergelijke. Ook zie je hier de tv-schermen. Daar komt eigenlijk ook de tactische bespreking eigenlijk op. Ook weer hier hebben ze niks tekort. En is weer een uitnodiging om KVC Westerlo, bij KVC Westerlo te werken. Honestly, I was not expecting that it would be that important actually in the recruitment process. This is the reason today in our squad we have nearly 15, 16 national team players. This is very important and it's not easy for a small size club as Westerlo to have so many national team players. But one of the main reasons to attract those players is this building. Als er spelers zijn die echt een dutje willen doen, dan kunnen ze naar hier komen. En zoals je ziet, als ze naar hier komen, moeten ze met de camper aan in bed kruipen. Today, I'm very proud to announce that already more than 15 clubs, not only in Belgium, in Holland, in Germany, were present here to have a tour in Westerlo. I'm proud of that actually. For this, and on the other hand, with that progression, we were already attracted by ECA. Why? Because of this ambitious project that is behind. So the story is quite big, and we see it in the long term.